Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering op Keepers Handschoenen TV. Luister, Manschot die heeft jou op een missie. Ik zou zeggen, ga zelf een keer een lekkere pot fluiten. Ik zou lekker het veld op gaan als ik jullie was. Ja? Ja, kunnen jullie wel uitdagen. Ik moest ervaring op gaan doen. Juist. En kijk, ik ga jou niet gelijk bij de eerste de beste KNVB officiële wedstrijd brengen. Dus we beginnen even rustig. Ja. Bij een onderlinge oefenpot van AFC. Oh, dat is goed. Ja. Maar allereerst, kijk, top hè. Nu komt KNVB, het ziet er goed uit. Ja. Maar je komt met een Albert Heijn tasje aan. Ja, jij zei je dit moet... Dit is geen branded content trouwens. Albert Heijn heeft niks hiermee te maken, maar... Jij zegt, neem je schoenen mee. Dus ik heb mijn schoentjes gewoon meegenomen. Mijn schoenen. Ja. Oké, en een fluit? Die heb ik niet mee. Die heeft er nu? Nee, ik denk KNVB. Dat is goed toch? Heb je het veld vanochtend al geïnspecteerd? Nee, ook niet. Het begint... Manschot, hij moet nog veel leren, maar ik ga hem daarbij helpen. Maar daarom zijn we om te oefenen, toch? Dat is waar. En ik ben met jou. Ik zorg voor jou. Ja? Zullen we eerst het veld gaan inspecteren? Gaan we eerst. We gaan even het veld inspecteren. Want dadelijk kan die wedstrijd niet eens doorgaan, hè? Er liggen weinig plassen. Ja, pui. De lijnen liggen die er recht bij ook. Ja? Ja, heel goed. Je had toch ook gewoon even kunnen bellen op wat voor veld daar hoeven spelen? Dan had dit helemaal niet nodig geweest. Dat zouden gezegd kunstgras, dat kun je niet inspecteren. Niet elk kunstgras is goed. Dus altijd inspecteren. Oké. Ja? Ik vind deze wel goed hoor. Oké, dat is mooi. De wedstrijd die begint over 20 minuten. Ja. Je moet nog warm lopen. Ja. Je moet omkleden. Fluit zoeken. Een fluit zoeken. Je kaarten. Ja, die heb ik ook niet mee. Gelukkig heb je mij. Ja. Gelukkig. Manschot. Hij gaat je trots maken, let maar op. Jij gaat je tiptop in orde maken, je haar zit al op. Gelukkig. Dat heb ik, ja, dat heb ik al gedaan. Kleedkamer 6. Ja. Jij wordt echt een topscheidsrechter en die gaan we niet hier in zo'n kleedkamer zetten. Nee, dus sorry. Ik regel jou een scheidsrechter. Kom maar, kom maar. Farry, komt u verder. Oh, dit zijn geen halve maatregelen. Nee, dit is top, hè? Dit is top. Maar hoe voelt dit nou in zo'n echte officiële scheidsrechterskleedkamer? Ik weet het niet. Ik voel me toch een beetje een eenling dan hier. Ja, maar gelukkig heb je meestal twee assistenten. Dat klopt. Ik denk, trouwens, een goed idee misschien, na dit potje, ja? Kunnen wij misschien even vragen aan de kijker, waar moeten wij komen fluiten? En dan pak ik wel een vlag. Ja? Een duo package. Dat is een hele goeie. Dus laat even weten bij welke club wij moeten komen fluiten en vlaggen. Ja. Dit wordt een top duo, hè? Dit wordt een top duo. Maar... Allereerst. Ja. Op een duurt houden. Ik zou jouw maatje niet zijn als ik jouw maatje niet zou zijn. Dat is waar. Ik regel het dan. Ja. Ik heb in de aanbieding prachtig. Ja, welke kleur? Turquoise? Ik weet niet hoe het heet, maar ik vind het mooi. Ja, maar je kan kiezen. Ja. Je kan kiezen. Met bijpassende sokjes. Maar ik heb ook een zwarte. Gewoon Men in Black. Ik heb. Dan gaan we wel heel officieel. Ik denk dat we dat nog niet moeten doen. UEFA officieel. Maar die mooi, is het... Ja, stapje toe. Misschien voor de volgende keer. Ja. En ik heb nog een keer zwart. Ja, stop. Maar die past niet. Dat is een M. En ik heb... Een fluit. Ik heb een fluit mee! Ik heb een fluit. Dus ik denk dat jij als de sodomieter moet gaan omkleden. Ja. Dat is goed. Hoe lang heb ik? Nou, als jij nog een warming-up moet doen, heb jij nog 2 minuten. Oh, dat komt. Precies. Zo! U heeft gekozen voor turquoise. Ja. Vond ik mooi combineren met zwart. Ja, je ziet er goed uit. Dankjewel. Ik heb nog nooit een scheidsrechter met een legging gezien. Maar jij kan dat. Ja, ik kan het hebben. Je hebt het koud. Ja. Ik heb mijn slaapzak nog aan, dus ik snap het. Ja. Die jas. Je wil laten zien dat je van de KNVB bent, maar doe maar niet. Jas uit. Ja. Jas weg. Huts. Dan hebben wij nodig een fluit. Ja, dat is wel handig. Dat is wel handig, hè? Weet je hoe die werkt? Het is een goed fluitje trouwens. Ja. Ik weet niet wie die heeft geregeld, maar het is een goed fluitje. Normaal gesproken heb jij vlaggenstokjes nodig. Ja. Nu niet. Oh. Dat was bij de volgende keer. Ja, oh ja, voor de reageren. Als wij naar jullie toe moeten komen, om een keer echt de vlaggen in te fluiten. Dus dit is even voor de show. Ja. Ja. Kaarten. Klein foutje, maar die ben ik even vergeten. Maar we hebben een... Jij maakt ook wel eens fouten. Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. We hebben een gele en een rode dop. Ja. Dus die, je kaarten passen net in je borstzakje. En ik denk dat ik verder gewoon ga genieten van jou. Ik heb er zin in. Ik zou zeggen, doe even je warming-up. Ja, ik ga even warming-up doen. Ja. En dan gaan we beginnen, toch? Ja, succes. Dankjewel. Jij kan het. Yes, maak Manschot trots. Jeroen, ik kan het. Maak de kijkers trots.
Maak Nederland trots! Maak mij trots! One minute, 37 seconds later. Daar gaat hij. Hij gaat even zijn handschoentjes aan doen, want het is fris. Ik heb hem één loopje zien doen en dat was volgens mij zijn warming-up. Maar volgens mij moet je ook zijwaarts. En je bent ook klaar. Ja, zijwaarts en even zo. Ja. Ja, ben je warm? Ja. Nou, hij is warm. Wat een warming-up. Laat zien dat jij de baas bent op het veld, hè. Dat was een twijfelgeval. Hè? Die speler vroeg eens een intrap of uitgooi. Hij was even aan het denken, maar hij doet het goed. Hij is voor geel. Je moet aangeven dat het uit is, Van. Het is uit, dan moet je dat aangeven. Ja, waarom sta je er dan als ze het zelf weten? Tjonge, hij zegt die weten ze zelf. Hij zegt buitenspel, maar we spelen zonder buitenspel. Maar we spelen zonder buitenspel, hè? Nee, we spelen met buitenspel. Wel opletten. Sinds wanneer? Ja, maar met geen grenzen is het toch? Ja. 3. Goed. Jongens, ik ben aan het genieten. Alleen die legging en die handschoentjes, die vind ik nog een beetje jammer. De klok van 9 uur. 9 uur 's ochtends om wel te verstaan. Hè? En ik sta in Amsterdam. En ik kom uit Rotterdam. En onze cameraman, Rowan, die komt uit Tilburg. En Fajan, die is gewoon een kwartier rijden voor me. En wij zitten gewoon een uur in de auto. Volgens mij heb ik het best aardig onder controle tot nu toe. Doe ik het goed tot nu toe? Ja. Gaat heel goed. Ja? Ben je tevreden met me? Ja. Mooi. Ik vroeg eventjes of hij vond dat ik het goed deed. Doe je het goed? Ja, hij vond van wel. Ja, ik vind ook dat jij het goed doet. Moment! Ho! Ho! En we gaan er eventjes uit voor de reclame. Weet je waarom? Ik heb dus vanochtend kiepsalschoenen gehad en deze zijn gevoerd van binnen, dus ik ga geen koude handen meer hebben, want het zit gewoon zo'n lekker, er zit zo'n bondstofje in, het is echt lekker warm. Kijk. Oh. Kijk, oh, nou dit was reclame, we gaan weer terug naar de rest. Gelukkig zijn wij nog ook een keeperskanaal, want dit zijn reddingen. Het gaat er natuurlijk om wat ik vind, maar het gaat er ook een beetje om wat de mensen langs de kant vinden. Want kijk, het is gelijk even een tijd om een SO te geven naar alle scheidsrechters en vrijwilligers van clubs. Want eerlijk, zonder scheidsrechters kan je gewoon niet voetballen. Dus een SO naar alle scheidsrechters die vroeg opstaan om 7 uur, om 6 uur, om 8:30 hier te staan met een fluit in de mond. SO naar jullie. Oh, en jammer, de cameraman liep bijna tegen de cornervlag aan, maar net niet. Dus dat is jammer. Geen vraag? Ja, tuurlijk. Wat vinden wij van Farjan vandaag? Hij moet 2 maten kleine shirt. Die scheidsrechter moet een strakker shirt toch? Ja, maar dan zie je ze. Ja, nee, beter zo. Marian is fit, vriend. Ja, hij is wel fit. Maar doet hij het goed? Ja, ja, zeker. Ja? zeker. Trots? Ja, zeker. Foutloos. Foutloos? Fout. Heb jij Farjan zien fluiten? Ja. Wat vind je ervan? Goed. Ja. De geluiden zijn nog goed. Hallo! Hallo! We hebben 1 vraagje voor u. Ik denk dat die mevrouw Farjan niet goed vindt. Wat vinden jullie van Farjan? Doet hij het goed? Farjan. Dat is die vent in het turquoise. Nee? Die is ook bekend bij AMC. Van ja, ik maak je trots. Goedemorgen, Pim. Mag ik u wat vragen? Bent u toevallig scout? Nee. Geen scout? Nee. Ook geen scout van scheidsrechters? Nee. Ja, van Arjan. Ja. Ja. Want Farjan wil graag in de Eredivisie keer sluiten. Oké. Okay. Maar u bent geen scout? Ja, van Arjan wel. Ja? Van Arjan. U kunt hem gewoon naar de Eredivisie brengen? Naar de Serie A. De Serie A? De Serie A. Yes! Of naar yes. De La Liga. La Liga? La Liga kan ook. WK-finale? Wordt moeilijk, maar ik kan mijn best voor hem doen. Je ziet er goed uit. Fantastisch. Goed uit. Ho. Oh. Oh, hij gaat weer even kijken. Gaat hij nou bij elke voorlopen kijken? Gaat hij nou bij elke voorlopen kijken? Nou, hier. Er is twijfel. Ja. Kijk, de bal wordt hier gestoken. Loopt jongen. Nee, kijk, die man in het midden. Zie je? Die man in het midden staat er nog achter.
Dus nee, hey, dan is. Volgens mij moet jij de spelers wegsturen. Ja, als jij... Ho, even afstand. Dus als hij dan hier staat, dan komt hij erachter. Dus dan is hij bij de spel. Dus? Doelpunt! Ja! Dat ging het zo, het doelpunt. Geweldig. Barry, je kraag, uitstraling. Ja, het is wel goed uitgescheid. Ik ben benieuwd of hij wel weet hoe lang ze spelen. 2x30, 2x45. Ik ben echt heel benieuwd. Sprintje van Jan! Klasse meegelopen! Hey, goed sprintje! Hij is kapot. Eén sprintje is kapot. Hij moet aangeven voor wie. Ja, goed zo, met je hand. Mooi. Hij heeft een paar kleine tips nodig, maar het gaat goed. Zo. Zeg je dat overstapje? Hij gebruikt de trainer als de dus hij heeft geen klokje. Minpunt. Of die moet jij ook regelen de volgende keer. Oh ja. Sorry, ik heb geen horloge voor hem geregeld. Dus nu vraagt hij aan de trainer hoe lang ze al bezig zijn. Dus volgende keer, Fayan, ik regel voor jou een horloge. Was dat geen kaart? Ik moet je zeggen, niet foutloos. Maar hè, dat zijn de spelers ook niet. Nee. Dus wel, het gaat goed. Ja. Ja, ik vond het ook wel lekker gaan. Ik was een beetje onwennig, maar ik luister ook naar je aanwijzingen. Ik merkte ook dat als je die wat meer inzet, dan... Ben je één goed sprint? Ja, klopt. Zijn je goed bij? Wat sneller weg. Let op de handen, hè? Of die... Ja. Dan, soms ik roep het wel, maar inderdaad moet je dan ook nog wat duidelijker aangeven. Ja, en horloge, mijn fout, ja? Niet jouw fout. Klopt, jij zou het materiaal regelen. Ja, je hebt gelijk. Sorry. Je kaart op zak gehouden. Ja, was niet nodig. Sportieve wedstrijd. Sportieve pot. Maar ook leuk niveau. Goed niveau. Ja. Niet leuk, goed. Ja. Heel goed niveau. Dus wel met buitenspel dus spelen we. Ja. Oké, okay. Nou dat was heb je niet opgelet, want dat is van tevoren duidelijk. Ja, ik heb er niet op. Sorry, maar ik hoef ook niet op te letten. Nee. Let op, weet je wat we gaan doen? Nou. Ik ga even voordoen hoe de perfecte scheidsrechter het moet doen. Ja. Vind je dat een goed idee? Wil je daarmee zeggen dat jij de tweede helft gaat fluiten? Ja. Ik ga het even voordoen. Nou, dat wil ik wel zien. Ja? Ja. Dat gaan we even doen. Maar dan ga ik even check. Ga ik even en dan... Oké. Ja. Zijn jullie benieuwd hoe Koen Zitoen de tweede helft gaat fluiten? Abonneer op ons kanaal, want volgende week is Zitoen de scheidsrechter. Veet is vast! Alle veet is vast! Ja, blessure tijd. Even allemaal dead. Dank jullie wel.